Dan geef ik nu het woord aan de heer Bosma, die ook zeer genuanceerd is, zoals altijd. De heer Bosma. Hé, nou geeft u mijn tekst al een beetje weg. Dat is ook niet de bedoeling. Ja, nou kan ik wel gaan, voorzitter. Wat is dat nou weer? Voorzitter, dank u wel. Het falikant mislukte ministerschap van mevrouw Ollongren sleept en strompelt zich roemloos en futloos naar de uitgang. Met een laatste wanhopige demissionaire ademstoot vernietigt zij wederom een hele serie gemeenten. Het is afscheid nemen in stijl, dat wel. Het weinige dat mevrouw Ollongren deze kabinetsperiode voor elkaar heeft gekregen kwam consequent neer op het schaden van onze democratie. 4 jaar Ollongren op Binnenlandse Zaken is het verhaal van 4 jaar verborgen werkloosheid met een dienstauto. Wat hebben we de afgelopen jaren eigenlijk van haar mogen ontvangen? Nou, niet bitter veel. Oké, ze heeft het referendum afgeschaft. Ze sloopte 35 gemeenten. Er was het gesneuvelde wetsvoorstel om wethouders niet langer te verplichten in hun eigen gemeente te wonen. En dan was er nog een strijd tegen het nepnieuws, dat waren de Russen. Daar bleek allemaal niks van waar te zijn. Nou ja, vooruit op de valreep hebben we nog een grondwetwijziging gehad. Iets met de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Het is zo marginaal dat ik het eigenlijk alweer vergeten ben. En dat is de opbrengst van 4 jaar Ollongren op het moederdepartement. Dat is alles. Maar eerlijk is eerlijk, hoe minder Ollongren doet, hoe beter. Hoe beter voor onze democratie vooral. We kunnen het voorstel van vandaag alleen maar begrijpen als we snappen hoezeer Ollongren het volk minacht en een afkeer heeft van onze democratie. Als loco-burgemeester van Amsterdam zei ze: de PVV mag nooit in het kabinet komen. De PVV'ers kennen geen beschaving en geen cultuur. Mocht de PVV wel gaan regeren, dan moet de Republiek Amsterdam uit het Koninkrijk der Nederlanden treden. Let wel, het was niet de slip of de tong na het eind van een lang interview na 2 wijntjes. Nee, het betrof een belangrijke speech als opening van het nieuwe jaar in het Concertgebouw. De loco-burgemeester van de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden stelt in een cruciale speech dat 15-20% van de Nederlandse bevolking permanent buiten het politieke stelsel gehouden dient te worden. Als je dat vindt, ben je simpelweg geen democraat. En recentelijk nog, voorzitter. Meneer Bosma. Ja, ik weet het. Het onderwerp is de herindeling, nee, en de samenvoeging van gemeenten. Het onderwerp is democratie vandaag. Ja, maar het gaat alleen maar over de minister. Ja, nee, het gaat over democratie vandaag. Ik leg het u uit. Blijf zitten. Nou, ik blijf sowieso zitten. Wat mij betreft zo lang mogelijk. Voorzitter, recentelijk nog, als minister van alle Nederlanders, als dienaar van de kroon, sprak mevrouw Ollongren de Hannie Schaft-lezing uit. Hannie Schaft is een van onze meest vooraanstaande verzetstrijders. En de herinnering aan de oorlog is iets wat alle Nederlanders bindt. Echter, de minister kiest ervoor om een dergelijke gelegenheid te gebruiken om de PVV'ers weer in de hoek van de naties te zetten. 1,5 miljoen stemmers. Recentelijk hielden D66-jongeren een bijeenkomst in het Westerpark te Amsterdam. Daar werden PVV'ers aangeduid als fascisten. Mijn partij mocht niet meedoen aan de verkiezingen. En mevrouw Kaag kreeg laatst 1,5 uur reclamezendheid op de staatsomroep. We zagen haar op de achterbank van de dienstauto. Ze vroeg zich af: wie zijn al die mensen? En ze gaf zelf het antwoord: ze willen de sterke man. Ollongren en haar club moeten toch wel een beetje weten wat de gevolgen kunnen zijn van een dergelijke stroom aan natievergelijkingen. En het staat allemaal niet op zichzelf. We zien in de kringen van linksliberale elites een steeds grotere afkeer van democratie. Ik citeerde eerder oud-collega Boris van der Ham van D66... die op allerlei bijeenkomsten komt, niet specifiek van D66... en die daar steeds meer aversie bespeurt tegen democratie. Informeel, aan de bar, ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar het leidt maar tot de verkeerde uitkomsten. Brexit, Trump, Wilders, het is een breed gedragen sentiment. En daarom, voorzitter, daarom moest het referendum kapot. Daarom die aversie tegen wat genoemd wordt nepnieuws. Daarom wordt er onder een D66-minister bibliotheekboeken vernietigd als Zwarte Piet erin staat. Daarom juicht D66-Kamerlid Kees Verhoeven als Trump wordt verwijderd van Twitter. Hoera voor censuur. Het past allemaal in het kader van het uithollen van de democratie. En daarbinnen passen ook de voorstellen van vandaag. Waarom moeten al die gemeenten nou eigenlijk weg? Na de oorlog, 9 miljoen Nederlanders, hadden we 1000 gemeenten. Nu met 17 miljoen inwoners, 380, en dat worden er minder en minder. Van gemiddeld 3000 inwoners per gemeente naar gemiddeld 45.000. En ja hoor, we rukken gewoon op naar gemiddeld 100.000 inwoners
per gemeente. Waarom? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Er is een geloof, een irrationeel geloof. En dat heet bestuurskracht. Naarmate gemeenten groter worden, schijnen ze daar meer van te hebben. Niemand die dat uitlegt en niemand die definieert wat dat is. Er zijn ook rare criteria als interne samenhang, wat dan het gevolg moet zijn als je allerlei gemeenten bij elkaar veegt. Met de afscheidnemende collega van Raak moet ik daar lachend om huilen. Uiteindelijk bestaat er geen enkele rechtvaardiging voor deze mega-operatie. Geen enkele onderbouwing, geen enkel argument. Er is geen empirische onderbouwing. Er is ook geen einddoel. Het gaat maar door. Gemeenten zullen nog decennia doorgaan met fuseren tot Nederland één grote gemeente is. Het onderzoek van Coulo, dat is een onderzoeksbureau voor de lagere overheden te Groningen, kwam in 2013 al tot de conclusie, nee, na die herindelingen dalen de overheidsuitgaven niet. De gemeentelijke voorzieningen worden er niet beter van en de aantrekkelijkheid van de gemeente wordt niet vergroot, die loopt eerder terug. Er zijn wel nadelen, bijvoorbeeld, professor Voerman schrijft dat minder vertrouwen in de politiek, burgers willen het vaak niet, de herkenbaarheid van de gemeenteraad neemt af. Die gemeentelijke politici staan zwakker. Ze worden geconfronteerd met beroepspolitici die veel meer geld hebben, veel meer consultants, et cetera. Laten we eens terugkijken naar de gemeentelijke herindeling zoals die recentelijk plaatsvond aan het begin van deze kabinetsperiode. De 35 gemeenten die mevrouw Ollongren vernietigt. Als gemeente kijken we vaak naar plannen, naar dingen in de toekomst, maar we kijken zelden terug over hoe die plannen allemaal hebben uitgepakt. Ik neem u mee, mevrouw de voorzitter, naar het mooie Haren in Groningen, net onder de rook van de stad Groningen. Prachtig dorp. Het heeft het hoogste percentage D66-stemmers van Nederland. Nergens haalt D66 percentueel zoveel stemmers als in het mooie Haren. Al die rechters, officieren van justitie of universiteit, bobo's, hoogambtenaren, ze stemmen allemaal braaf D66. Maar de mensen in dat dorp ageerden fel tegen de plannen om dat dorp bij de stad Groningen te voegen. Ze zagen de bui al hangen. En met de commissie Binnenlandse Zaken gingen we er naartoe. We reden met de bus rond, zalen vol met boze mensen. Haren wilde niet bij Groningen. Luisterde D66 naar haar eigen kiezers, naar de leden. U weet wel, voorzitter, D66 heeft is een ledenpartij. Dat suggereert, hey, die mensen betalen contributie, dat er ook naar ze geluisterd wordt. De burgers wilden het niet en de partij was onvermurfbaar. Ollongren was onvermurfbaar. Haren moest hoe dan ook als gemeente vernietigd worden. En volgens gedeputeerde staten, die minister, had Haren geen, daar komt hij weer, bestuurskracht. En annexatie zou geweldig uitpakken. Maar, zo stelde mevrouw Ollongren hier in het debat, er zijn ook tal van garanties. Zo is er een heuse bestuursovereenkomst waarin de gemeente Groningen allemaal dingen plechtig gaat beloven. Hier in dit debat stelde de PVV al, die hele bestuursovereenkomst heeft geen enkele waarde. Je kunt het ook in de lucht schuiven op het strand. Het maakt allemaal niks uit. Nou, voorzitter, hoe is dat afgelopen? Nou, Haren is inmiddels bij Groningen geveegd. En vandaag kunnen we de eerste resultaten presenteren. Dubbele punt. Toerismebelasting verhoogd, leesjes verhoogd, OZB twee keer verhoogd, totaal 18%, wat voor sommige huizen neerkomt op plus 44%. De OZB van de niet-woningen, dus ondernemers, betalen 25% meer. Nieuw zijn ook precario-rechten, hondenbelasting. Bello kost €129, voorzitter. De duurste bello's van heel Nederland schijnen dat te zijn. Verhoogd zijn de huren van de sportvelden en de sportaccommodaties. De bewoners zijn boos over de knullige communicatie. Groningen, het grote Groningen, ziet Haren vaak over het hoofd. Dus minder inspraak. Er is daar een manier van afvalscheiding die is veranderd. Het kost €300 extra. Ook dat stond in de bestuursovereenkomst dat het niet zou gebeuren. Groen wordt slecht onderhouden. Als een straatverlichting stuk is, duurt het soms maanden voordat het gemaakt is. En actueel, voorzitter, vanwege de opwarming van de aarde ligt er nu heel veel sneeuw. Nou, het strooibeleid. Er wordt significant minder gestrooid. En het wordt zelfs minder gestrooid in Haren dan in Groningen. En, voorzitter, helemaal actueel. Ik stond vanochtend alweer vroeg bij de kiosk. Het Dagblad van het Noorden vandaag had een opinieartikel waarin stond
Ik citeer, zo is er nog nooit invulling gegeven aan de openliggende weidegronden tussen Groningen en Haren. Vroeger ging de Harense politiek, die Mordicus tegen was, hier dwars voor liggen. Maar nu de gemeenten zijn samengevoegd, dient deze plek de eerstvolgende stadsuitbreiding te worden. Dus voorzitter, de groene ruimte tussen Haren, 6, 7, 8, 9 kilometer, die gaat gezellig worden volgebouwd. Want de gemeente Haren is kaltgesteld, de mensen kunnen er niks meer aan doen. En het wordt één gezellige nieuwbouwwijk. Daar, voorzitter. Het stond in de bestuursovereenkomst dat het niet zou gaan gebeuren. En het gebeurt wel. Kortom, de bewoners zeggen, we betalen nu veel meer voor veel minder. Haren is de flappetap van Groningen geworden. En Groningen staat op de lijst met financieel slechte gemeenten bijna onderaan. Het college van Groningen houdt zich vooral bezig met veel geld uitgeven aan de zogenaamde duurzaamheid, aan het klimaat. Ze gaan de temperatuur op aarde aanpassen. De vuilnis ophalen is een stuk minder belangrijk. Ten slotte als je de wereld aan het redden bent. Haren is net zo machteloos binnen Groningen als Nederland binnen de Europese Unie. En daarom doet D66 dit. Om mensen machteloos te maken. Dan kunnen ze heel Nederland volbouwen met asielzoekerscentra, biomassacentrales en windmolens. Snap dat nou eens, burger, wat hier aan de hand is. Het gaat vandaag niet om Purmerend of Heerhugowaard, mevrouw de voorzitter. Het gaat om onze democratie. De PVV is tegen al deze herindelingen. Wij vinden er moet overal een plaatselijk referendum gehouden worden om over te gaan tot een eventueel referendum. Dat is niet gebeurd. Uitzondering Mil en Sint-Hubert, maar het ging alleen over de eigen kern. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie hier tegenstemmen. Er is wel een referendum geweest in Weesp. En waar mochten de mensen uit kiezen in dat referendum? Nou, wilt u bij Amsterdam of bij Gooise Meer? Ze mochten niet kiezen op de mogelijkheid, het moet gewoon zelfstandig blijven. Het mooie Weesp gaat nu worden opgevreten, geannexeerd door Amsterdam. Net zoals Haren moet bloeden voor de groene Khmer-afdeling Groningen, zo mag het rijke Weesp gaan bloeden voor de klimaatsocialistische wereldverbeteraars van de Stopera, het gemeentehuis van de linkse hobbyisten. En ook daar, voorzitter, zien we het criterium interne samenhang. Als je van Amsterdam naar Weesp gaat, ga je inderdaad via een aantal andere gemeenten. Wat is nou de samenhang als je niet eens aan elkaar groeit? Maar Amsterdam heeft trek in het smakelijk hapje dat Weesp heet. Bij de gemeente Amsterdam is 30% van de functies gereserveerd voor niet-blanken. Blanken worden zoveel mogelijk weggewerkt. Die worden het liefst overgeslagen bij promoties of ze worden niet aangenomen. Ooit benoemde Amsterdam zich tot anti-apartheidstad. Want ja, banen op grond van huidskleur, ja, dat kon absoluut niet. Maar nu doen ze exact hetzelfde. Bij de begroting Binnenlandse Zaken deelde D66 mee te veel, ik citeer, witte gezichten te zien bij de overheid. Kunstsubsidies in de hoofdstad worden verdeeld op basis van ras. En je moet politieke verklaringen tekenen, anders krijg je geen geld. Kunstinstellingen moeten een nulmeting produceren en het aantal blanken in kaart brengen. Dat moet vervolgens worden teruggedrongen. Alle musea in Amsterdam zijn overgenomen door politiek correct volk. Ambtenaren in Amsterdam krijgen indoctrinatiecursussen om ze te leren politiek correcte taal te gebruiken. Niet meer vaders en moeders, maar ouders. Niet meer geboren als meisje, maar bij geboorte gezien als meisje. Al die linkse ellende krijgt Weesp nu voor de kiezen. Je zult maar een ambtenaar zijn in Weesp en ik noem maar wat 20 jaar daar gewerkt hebben. Maar ja, je hebt een probleem en je bent blank. Misschien is je hele familie het wel. Nou, voorzitter, dan komen de rode gardes van Femke Halsema en je kunt die promotie wel op je buik schrijven. En de gedachte dat je zoon of dochter bij die gemeente kan werken, wordt ook snel kleiner. Blanken niet gewenst. Waarom beschermt Weesp haar ambtenaren niet? Waarom is er geen opt-out bedongen tegen het hoofdstedelijk anti-blank racisme? Waarom worden die ambtenaren voor de leeuwen gegooid? Ik herinner mij de intocht van Sinterklaas in Weesp, voorzitter. Dat was schitterend. Weesp is een prachtige, prachtige stad. En dan komt op zo'n heel groot schip, komt Sinterklaas binnen met tientallen zwarte pieten. Ik dacht, kijk eens aan, dit is het dorpje van Asterix en Obelix dat zich gewoon verzet tegen het linkse gedram en tegen de linkse terreur. Zwarte Piet kan dan nog. Nou, voorzitter, straks als Amsterdam daar de baas is, dan is het allemaal, gaat het allemaal tot het verleden behoren. Natuurlijk is er wel een doekje voor het bloeden om het volk zoet te houden. Net als die bestuursovereenkomst in Haren komt er een heuse bestuurscommissie. Wat is dat nou weer? Wat heeft die te zeggen? Niemand weet dat.
En het is heel simpel met die bestuurscommissievoorzitter, want we hebben dat dergelijke dingen op heel veel plekken gezien in Nederland. Over een paar jaar worden die gewoon wegbezuinigd door de rode gardes van de Stopera, het gemeentehuis van Amsterdam, want geld is hard nodig om het klimaat te redden. En als de linkse idealisten kunnen kiezen tussen het redden van ijsbeertjes en de burgers van Weesp, dan weet ik wel wie er wint. Het verzet komt nu van het CDA. Die ziet de bui al hangen. Ik citeer: binnen het CDA Weesp leeft de overtuiging dat er met een fusie tussen Weesp en Amsterdam een historische vergissing wordt gemaakt. Het Weesper CDA vreest dat het de eerste stap zal blijken naar een nog grotere annexatie met omliggende gemeenten. Gooi-Vechtstreek, Zaanstad, Haarlemmermeer, et cetera. Kijk, voorzitter, dit is nou precies wat er aan de hand is. Mensen in het land snappen gewoon hoe de vork in de steel zit. Nog een paar maanden, wellicht een paar maanden en wat mij betreft een paar dagen. En dan zal Ollongren voor de laatste keer de deur achter zich dichttrekken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan vertrekt ze. En als ze wegvliegt en ze kijkt om, ziet ze de rokende puinhopen van onze democratie in de bananenmonarchie. Met een zelfvoldane grijns op het gezicht zal ze op ons nederkijken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bosma.